Gadget Gear gaat op vakantie en we nemen mee de Kobo Aura H2O. De grootste e-reader van Kobo, want we houden gewoon van groot en waterdicht. En dat is wel ideaal, zeker als je bijvoorbeeld naar camping gaat. Vooral als je kleine kinderen meeneemt met waterpistolen. Waterdicht. Top! Dit is de doos van de Kobo Aura H2O. In de doos zit natuurlijk de Kobo. Uitgeschakeld staat er keurig op. Beschermfolietje over het e-paper, e-ink display moet ik zeggen. Nou, dat ziet er heel netjes uit. Heel strak van Kobo. Ik hoop dat het een beetje goed te zien is voor jullie. Logo staat er mooi in. Het is inmiddels van Rakuten natuurlijk. Blauwe knop, lekker opvallend. Een heel sportief e-readertje. Kan niet anders zeggen. En even kijken. Powerknop. Kijk, gaat hij wel doen. Ik zie wel een blauw ledje. We laten hem even lekker zijn dingetje doen. Even kijken. Dan hieronder vinden we nog Quickstart. Boeken kunnen natuurlijk gewoon halen bij bol.com of iets dergelijks. Micro USB laadkabel. USB-C is nog niet het geval. Leuk om te weten, hij is waterdicht. Tot 60 minuten tot 2 meter onder water. Comfort Light Pro, dus er zit verlichting in. 6,8 inch HD e-ink Carta schermpje. Stroomlast voor weeks, dat zal wel. En 6000 e-books. Die op de 8 GB passen die erin zitten. En 8 GB is echt wel heel royaal voor een e-reader. Vroeger kon je er dan ook nog muziek op zetten. Dan had je een hoofdtelefoonuitgangetje. Dat heb je tegenwoordig niet meer. Dus tegenwoordig is het echt alleen maar voor e-books, maar dat maakt niet uit. 8 gig, ja, dat komt niet heel snel vol. En wifi. Dus je kunt gewoon lekker draadloos volduwen met nieuwe boeken. Wil je nou meer weten over mijn avonturen met deze Kobo H2O e-reader? Check dan de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl en daar lees je mijn volledige ervaring.